In het onderdeel Kei Gaaf bezoeken raadsleden bedrijven of instellingen waar ze zich voor inzetten en trots op zijn. Deze week gaat Bart van den Kamp van de SP op bezoek bij Loket Z. Goedemorgen, ik ben op zoek naar Loket Z. Maar bent u hier juist waar plaatsnemen? Want u daar verder gewoon? Doen we, oké. Hartstikke bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. Bart van den Kamp. Ik ben Ellen Schaak van Loket Z. Komt u verder? Dankjewel. Deze plek heb ik uitgekozen omdat Loket Z een fantastisch draaiend onderdeel is van de gemeente. Waar de burgers met heel veel vragen, als het gaat over de WMO, et cetera, terecht kunnen. Nou, Loket Z richt zich vooral op vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Dus als mensen, dan praat je vooral over mensen met een beperking. En dat kan op allerlei gebied zijn. Dat kan een lichamelijke beperking zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen financiële beperkingen hebben en niet de weg weten. Dan komen ze eerst bij Loket Z vaak. En wij wijzen ze dan de weg. En dat wil niet zeggen dat Loket Z voor alles een antwoord heeft. Maar we proberen eigenlijk wel een beetje de voordeur te zijn van de stad om mensen naar de juiste instantie te verwijzen. Zeker mensen met een beperking, mensen die ouder worden, die weten de weg naar ons goed te vinden. Er komen ook hun vragen stellen en het kan op allerlei manieren komen ze bij ons binnen. Of telefonisch, dat ze ons bellen, digitaal, dat is vooral de wat jongere doelgroep die ook digitale vragen aan ons stelt. Of gewoon tijdens de inloop. En als mensen niet naar ons kunnen komen, dan gaan we op huisbezoek. De SP heeft aan de basis gestaan van het ontstaan van Loket Z. Dus ik vind het heel belangrijk dat we dit heel duidelijk naar de burger brengen. U heeft een vraag, wij kunnen dat beantwoorden. Eigenlijk een beetje de taak van de huisarts, de poort van de WMO-zorg in Tilburg. Huisarts is natuurlijk een andere functie, denk ik. Maar het is wel, we kijken wel van wat wij niet kunnen. En dan, want wij zijn in principe dienstverleners. En als het echt de diepte vaak ingaat met de mensen en er echt een traject nodig is, dan verwijzen we door naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk. Maar er zijn ook heel veel initiatieven op het moment opgericht voor de kwetsbare doelgroep. Bijvoorbeeld de Twern is daar heel erg ook mee bezig. Als mensen niet zelf hun formulier in kunnen vullen, dan kunnen wij, als we de tijd hebben, helpen we zelf. Maar we kunnen ze ook doorverwijzen naar de formulierenhulp. Dat is door vrijwilligers opgezet die er allemaal scholing voor gekregen hebben. En wij proberen wel heel erg op de hoogte te blijven van wat is er eigenlijk allemaal in Tilburg wat onze burgers kan helpen. Gaan we naar een cliënt. We gaan ook bij de mensen thuis op huisbezoek. Deze meneer die wil regiotaxi aanvragen en die kan niet naar ons toe komen, want hij heeft een probleem met vervoer. En ik ga nou kijken van wat zijn vraag speciaal is, hè, wat hij niet meer kan, maar ook wat hij nog wel kan. En aan het eind van het gesprek weet die meneer of dat regiotaxi de juiste oplossing voor hem is? Of dat hij misschien iets anders nodig heeft? Het enige wat ik wel ervaar als raadslid dan is van de Raad van Tilburg of het college of deze coalitie heeft besloten om de race of het Loket Z te sluiten zowel in Bergkleinschot als in Udenhout. Nou, dat vind ik dus een slechte beslissing. Als je hoort vandaag wat er allemaal gebeurt in dit loket, huisbezoeken, mensen die hier komen, waar het allemaal over gaat, dan moet je je afvragen of dat geen slechte bezuiniging is. Je moet je wel eens afvragen wat gaat deze bezuiniging kosten. En ik denk dat het meer gaat kosten dan dat we bezuinigen. U werkt hier bij Loket Z. U doet dat met veel overtuiging, dat is te zien. Maar vindt u dat elke wijk in Tilburg een Loket Z moet hebben? Dat vind ik zeker, want we proberen wijkgericht te werken, dicht bij de mensen. Dus we willen dan ook weten wat er in zo'n wijk speelt. We willen de hulpverleners kennen die werken in de wijk. Dus hoe dichter wij bij de mensen zijn, hoe beter.
gaan werken met wijkverpleegsters. Ja. Vindt u dat een pluspunt of heeft Loket Z daar een probleem mee? Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat we de samenwerking met elkaar opzoeken en elkaar aanvullen waar nodig. Als iemand anders iets beter kan, is dat prima. Maar wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is communicatie tussen de partijen. Hè? Wij proberen zo outreachend mogelijk te zijn naar allerlei organisaties toe. En dat willen we ook graag terug. En soms merk je dat mensen toch een beetje op hun eigen eilandje blijven werken. En dat is soms jammer, want dan komen er misschien 3 hulpverleners achter de deur. Terwijl ik denk dat 1 dan misschien voldoende geweest was als ze met elkaar communiceren. Kunnen we bij die meneer ook opnames maken? Of nee, zitten we... dat is iets wat ik helaas even alleen ga doen. En dat heeft met de privacy te maken. Zeker precaire zaken bij Loket Z langs. Hè. Mensen nemen je toch snel in vertrouwen. Dus integriteit is heel erg belangrijk. Hè, dat je daar gewoon op de juiste manier mee omgaat. We hebben ook beroepsgeheim. En als we met iemand stappen moeten ondernemen, doen we altijd in overleg met de cliënt. Dat de cliënt ook weet van dat het lijntje naar maatschappelijk werk gelegd wordt. Dat gaat nooit natuurlijk buiten de cliënt om. Want dat vinden we heel belangrijk. Dus ik ga hier naar links en jullie gaan naar rechts. Hartstikke bedankt voor de medewerking. Ja, heel graag gedaan. Fantastische uitleg. Dag hoor. Goed zo. Dag.